Ja, maar welke moet ik eerst? U mag bij mij beginnen. De rooie. Ja, dankjewel. Ja. De rooie. Dankjewel. De rooie is... Die zit hier niet bij. Ja, die zit er niet bij. Mevrouw is toe aan een borrel, denk ik. Nou al. Ik heb er al drie af. Wat is het, jongen hier? Nee. Ik zeg. Ik zeg niks. Verstandig kan u me invullen. Ja, dat weet ik wel. Dat zijn de regels. Ik dacht dat we leven toch in een vrij land en dan mag hij dat toch... Hij mag filmen. Dat is toch het verhaal? Mag filmen, ja, daar vandaan mag hij. Ja, ja. Als je maar niet, stem, maar niet bovenop gaat staan in dat hokje zelf, ja. Net meneer. Dan is er echt zo'n af. Zijn vraag was, mag ik met hem mee het stemhokje in? En dat mag niet. Oh, heel apart. Ja, wij hebben ze. Oh, dit is leiderschap? Ja, dat vind ik heel raar. Leiderschap. Dan schrijven we het op, procesverbaal. Dat kan niet uit. De kaart. En dan heb ik nog een. Die. Dank u wel. Missie. Dank u wel. We hebben tot nu toe 110 mensen gehad. En dat is in dik 2,5 uur, dus het is wel weinig. Voor twee verkiezingen. Ja, ja. Ondanks en dubbele stem. Weer. En hoe komt dat, denk u? Nou, misschien te weinig interesse van de mensen, dat weet ik niet. Nou, waterschap zijn weinig mensen die echt weten waarvoor ze stemmen. Mensen zijn niet bekend bij hun, dus ze stemmen ze gewoon niet. En bij de anderen, de ene vindt het wel belangrijk en er zijn toch veel mensen die het niet belangrijk vinden, schijnbaar. Nou, er is nog iets anders waarom de opkomst zo laag is. Zie, nou weet hij dat hij op beeld komt. Nee, met al die flauwekul dat we op tv zien, heb ik het niet over de provincie. En niet over de Waterstaat. Nee, dat klopt. Nou, dat is verschrikkelijk. En daar hebben we niks van metgekregen, helemaal niks zien. Dus dit is verschrikkelijk. Dat wie je hier juist, Trionne, hè? Van de provincie. En wij moesten het dan zien. 160. Daar staat het. Ja, bij onder Friesland. Ja, precies. Dat kan niet uit.